Macro-economische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de toekomstige kansen en opgaven in de fysieke leefomgeving. Die ontwikkelingen bepalen waar we wonen en werken, wat we produceren, hoe welvarend we zijn, hoeveel we reizen en wat er gebeurt met klimaat en natuur. De afgelopen 200 jaar groeide de Nederlandse economie per hoofd van de bevolking met ongeveer 1,5% per jaar. De belangrijkste onzekerheden met betrekking tot economische groei de komende decennia zitten in de groei van de beroepsbevolking en de mate van technologische vooruitgang. De omvang van de beroepsbevolking wordt beïnvloed door factoren als geboorte, sterfte en migratie, door de participatiegraad per leeftijdscohort, de vergrijzing en het opschuiven van de AOW-leeftijd. Naar verwachting zet de economische groei ook de komende decennia door. In het scenario laag met 1% groei van het bruto binnenlands product, in het scenario hoog met 2%. De structurele groei in Nederland is vrijwel gelijk aan de geraamde groei voor de EU28 en de VS. Wereldwijd ligt de groei een factor 2 hoger door de bijdrage van de opkomende economieën.